Welkom bij Autogeek van de Week. En vandaag ben ik in Sparenwoude. Ik ga op bezoek bij Ben. Ben is een goede vriend van mij, waarvan ik bijna zeker weet dat ik denk dat hij wel een behoorlijke autogek is. Grote vriend. Ben, ja, je bent natuurlijk een autogek, dat wist ik al. Maar hoe is het eigenlijk allemaal gekomen? Van huis uit, hè. Het is met de paplepel ingegoten. We hadden thuis al een autobedrijf. En, je vader? Mijn vader, ja. En daar was ik al vrij vroeg bij dat ik daarin stapte. Op mijn achter stond ik al auto's te poetsen. In de weekenden? Nou, als ik na school, af en toe een keer een dagje tijdens school. Wat vind je nou zo mooi aan auto's? Waarom gaat je hart sneller kloppen bij mooie auto's? Ja, ik vind het gewoon mooi. De vorm en de lijn, het geluid en zo'n ding. Het is spectaculair. Ik vind het mooi. Geluid is dus een belangrijk element. Zeer belangrijk element. Dat geeft je gevoel. Er moet passie in zitten. Dus ja, met sommige auto's heb je dat. Hey, en heb je dan ook nog voorkeur voor bepaalde type auto's of is het alles? Ik ben van origine een Mercedesman. Mercedesman? Ja, ik ben gek op Mercedes. Maar ik heb nu één keer een uitstapje gemaakt naar een Italiaans renpaard. Ja, dat weet ik toevallig. Maar wat vind jij dan zo mooi aan Mercedes'en? Ja, de kwaliteit, hoe het in elkaar zit. En dat was vroeger gewoon helemaal top. Tegenwoordig gaat het wel met die computers wel eens wat minder. Maar ja, het zit wel goed in elkaar. Nou, laten we maar eens gaan kijken, Ben. Nou, Ben, meteen al 2 sterren als de garage deur open gaat. Waar hebben we mee te maken achter jou? Het is een simpele E-klasse van mijn vrouw. Oh, die is voor je vrouw. Dat zijn de nieuwe dingen waar we dan normaal dagelijks mee rijden. Voor het dagelijks vervoer. Ja. En hier die enorme tank die hier zo achter me staat, dat is een? Dat is mijn PC-tractor. Dat is een GL 24 8-cilinder diesel. Oh, diesel toch? 330 pk'tjes en 800 Nm. Dus, voor het dagelijkse gebruik? Voor de straat op de stropen, zeg maar. Hè. Kijk eens even, Ben. En dan hier spreekt de liefde ook voor het oude stukje oude degelijkheid. Een youngtimer of is die al klassiek? Het is nog net een youngtimer. 91 is die, deze. Hij is wel prachtig, zeg. Hij ziet er onwijs goed uit. Niks heb ik een keer gedaan. Geen plekje roest, niks. Topconditie, deze. Okay. En wat hebben we hier dan? Het is niet te geloven. Er staat een Maybach. De ultieme Mercedes, hè. Ja, van de laatste paar jaren. Het luxe wat je kan krijgen op het gebied. Wat is dit nou weer voor een vehikel? Het is nog steeds gemaakt door Mercedes. Het is een smart. Maar wat voor smart is dit? Er mist een stuk. Een crossblade. Een crossblade? Zo noemen ze dat. Dus zonder voorraad, zonder deuren erin. En dit is gewoon ook een ultiem rijdersgenot, dit autootje. En er staat hiernaast staat ook nog een hele grote CL met 12 cilinders. Maar ga je, want hij staat er een beetje bij dat ik denk van, ja, moet hij niet weg binnenkort? En dat je hem aan een goede vriend voor een habbekrats verkoopt bijvoorbeeld? Je weet, ik maak mijn vrienden graag gelukkig, hè? Dus ja, je mag hem altijd overnemen van me. En de volgende Mercedes. Nou, en hier het pronkstuk wat mij betreft, waarom ik ook denk van ja, je bent echt autogek in hart en nieren, afgezien van de Mercedes. Hè? Een 360. Maar wel in Mercedes kleuren. Waarom dan toch een Ferrari als je zo Mercedes gek bent? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet. Maar er was iets en ik denk, ja, wat moest ik nou kopen? Ik had wel alles een beetje gehad. En ik denk, nou, dan toch ben ik een Italiaan. En ik moet eigenlijk zeggen dat het me wel heel goed bevalt. Ik vind het wel... Echt waar? Bevalt het goed? Nou, het is gewoon apart. Nou, het is heel apart. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, moet je deze hebben voor het geluid. Het geluid is zo. Dat is waanzinnig. Nou, laat maar horen dan. Het aanzetten der Ferrari.
Daar is hij dan hoor. Stil van Ferraris. Ja, maar je hoort ons ook bijna niet meer met al die herrie. Oké, okay, super. Nou, ik denk dat we er maar iets naar buiten moeten brengen. Vind je ook niet? Lijkt me verstandig. Want de paarden moeten van stal. Nou Ben, ja, ik wist het natuurlijk van tevoren al, maar ja, ik wil je bij deze verklaren tot autogek van de week. Gefeliciteerd. Ik durf het bijna niet te vragen Ben, maar mag ik misschien ook even? Je bent mijn vriend Dido, je weet het. Je mag even. Ik mag in de Ferrari! Oh ja, hou jij deze vast? Oh ja, god. Je moet eerst de alarm eraf. Ja. Kijk. Handrem is eraf. Oké. Okay. Oh, help. Dit was Autogek van de Week van deze week. Volgende week weer een Autogek van de Week. Maar dan van die week. Mag die? Ja, rustig Heido, rustig. Ja. Je zou rustig doen. Ja, ik doe toch rustig. Oh. Ik doe toch rustig. Als jij nou denkt dat je ook een autogek bent, meld je dan aan op autoweek@autoweek.nl onder vermelding van Autogek van de Week. En dan kom ik bij je langs om te kijken of je wel echt een autogek bent. Tot dan. Of een andere keer.